Oké, met wie zit ik in de auto? Met Jordi Bruin, conceptdesigner bij Triple. Oké, conceptdesigner. Ja, je was altijd bezig met nieuwe gadgets. Je wist ook alles al van deze Tesla. Wat voor werk, wat doet een conceptdesigner? Klanten komen naar ons toe, die willen wat moois. En dan bedenken wij wat het moois gaat worden. Noem eens wat moois wat je gemaakt hebt de laatste tijd. Nou, we zijn nu bezig met een nieuwe app voor Vodafone. Een nieuw concept bedacht waar de klant centraal staat. Oh, wat een concept! Ja, dat is wel voor een telecom provider is dat wel interessant, hè? Dat zie je niet vaak namelijk. Maar ze willen de klant helpen zodat ze zelf minder support hoeven te leveren. Dat is inderdaad hoe de klant centraal staat, inderdaad. Okay. Zolang het hun geld kan opleveren. Maar dat is gewoon logisch. Heel fijn. Ik vind het ook heel fijn dat ik niet hoef te bellen om allerlei dingen te regelen. Nee, dat is een beetje ons doel. We willen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen gewoon alles met die app kunnen doen. Ja. En dat ze gewoon die app kunnen gebruiken voor als ze even een vraag hebben. En dat ze het ook gewoon aan vrienden kunnen vragen in plaats van 10 minuten in de rij hoeven te staan bij de klantenservice. Ja. Wat vond je zo interessant aan die Tesla? Waarom wist je er zoveel van? Dat is eigenlijk gewoon een beetje de iPhone onder de auto's, toch? En dat is eigenlijk de enige die echt wat moois doet, vind ik. Ja, dat gebied. Je rijdt zelf niks, geloof ik, hè? Nee. Ja, de Ford Escort van mijn ouders af en toe. Maar 1998, denk ik. Dus, Ja, nee. Retro, ja. Zoiets. Ga maar. Dus ga maar. Kijk, dit is de Tesla smile die je nu hebt. Ja, al mijn vrienden zijn wel echt auto's. Michel kreeg ik hem niet tevoorschijn, maar bij jou, bij de normaal iedereen. Maar, ja, al mijn vrienden zijn echt autogek. Dus als ik straks ook zeg van ik heb in een Tesla gereden, vind het allemaal echt fantastisch waarschijnlijk. Maar ik snap wel waar mensen enthousiast over worden. Mm-hmm. Mis je niet het geluid zo? Nee, helemaal niet. Waarom? Nee, precies. Dan voel je die stoel weer in je rug drukken en dan denk je, oh ja, laat het geluid maar zitten. Maar binnen hoeveel jaar is dit zeg maar onder de 50.000, denk je? Hmm? Over in 2016 gaat deze auto 35.000 euro kosten. Is iets korter. En dan rijdt hij 300 kilometer op een accu. Dat is prima, toch? Ja. Komt er wel btw bij in Nederland nog, Europa? Oh, ja. 30.000 plus btw, dus... zit je zeg maar 35.000, 36.000. Hetzelfde prijs als de BMW i3. Aha. Maar dan wel twee keer zoveel, of meer dan twee keer zoveel actieradius. En we weten dus niet of we dat geld ook zo'n scherm krijgen. Dat is wel heel spannend, zeg maar. Denk je dat het echt zoveel scheelt voor de prijs van die auto? Wat? Is dit niet gewoon, je hebt gewoon een laptop in je auto. Nou ja, een laptop van 2000 euro, alleen dan touchscreen. Ja. Ja, maar 2000 euro is natuurlijk heel veel. Ja, precies, op een auto van 35.000 euro, dat is het wel de moeite. Jullie hebben echt mooie dingen gedaan. De Voice hebben jullie gedaan bij Triple IT en zo. Wat, ja. Wat zijn nu de grote projecten die tot de verbeelding spreken? We hebben weer wat nieuws voor de Voice. We gaan voor de Voice Kids gaan weer wat moois doen. We hebben begin dit jaar vanaf de innovatieafdeling hebben we wat dingen bedacht. En dat is nu uitgegroeid tot echt een product. Dus dat is echt, echt leuk. Wat kan ik verwachten? Zonder al te veel te verhullen. Oh, je mag er niet over praten. We gaan iets heel leuks doen, maar ik mag er nog niet over praten. Het digitale sparen. Oh ja. En dat heeft een heleboel hele toffe dingen voor de tv-landschap. Dus ja, tijdens de finale van The Voice wordt het allemaal bekendgemaakt. Dus ik zou zeggen, ga lekker naar The Voice kijken. Dit wanneer is dat? Weet je, een van jullie wanneer het is, jongens? Ja. Volgens mij is het in januari, volgens mij. Ja. Begin januari. 10 januari zoiets, kan dat kloppen? Ja. Oké, okay. Dus begin januari weten we wat Triple IT voor leuke dingen gaat doen. Ja, maar we doen al heel veel leuke dingen, ook nu. Noem nog eens wat iets leuks dan, zeg maar. Net een nieuw appje gemaakt voor Marco Borsato. Ja. Die wilde wat nieuwe dingen om wat beter met zijn fans in contact te komen. En aangezien wij natuurlijk... Enthousiast Twitteraar. Ja, heel erg. Ja. Ja. En aangezien wij natuurlijk heel veel doen met streaming video, gaan we voor hem doen dat hij live met zijn fans een stream kan starten. Okay. En hij heeft een apart appje daarvoor, samenwerking met ook Mobile Viewpoint. Yeah. En dan kan hij gewoon een live stream starten. En dan krijgen al zijn fans die de app hebben, krijgen gelijk een melding. En die kunnen gewoon gelijk meekijken. Leuk, jongens. Dus we kunnen gewoon live gaan uitzenden vanuit de auto. Ja. Ja. Nou, moeten wij dat dan ook niet gaan doen? Ja, gewoon naar de App Store nu, dan downloaden. Oh. WMT Live. WMT Live. En wat kost dat dan? Niks. De app is gratis en daarna? Ja, en de preview op het web is ook gratis, zeg maar. En als je echt naar het net wil streamen, dan moet je een playout kopen. Dan praat je maar over 3000 euro, zeg maar, dan ben je er al. En die moet je dan in een datacenter zetten? Heb je nog maandelijkse? Je kan je gewoon bij jezelf neerzetten. Je moet gewoon koppelen weer aan iets wat flash encodeert of...